gefeliciteerd met een geweldige show. Waar staat deze collectie voor? Het gaat nog steeds natuurlijk over de herinnering van water. En over hoe watercellen beïnvloedbaar zijn door trillingen. Dus positieve trillingen, negatieve trillingen. Hoe dat daadwerkelijk effect heeft op de vormenstructuur van de cellen. Er zijn onderzoeken naar geweest en het is ook microscopisch te zien echt. Hoe het aan de ene kant hele geometrische vormen zijn. En na positieve trillingen meditatie bijvoorbeeld. Het hele wiskundige, geometrische, uitgebalanceerde kristallen worden. Maar ook negatief, dat de kristallen helemaal bijna kapot getrild zijn. En onsamenhangend en onregelmatig. Nou ja, dus dat was de basis. Ik vind het heel bijzonder dat iets wat zo ontastbaar lijkt, heel tastbaar kan worden. Helemaal als je bedenkt dat wij voor een heel groot gedeelte uit water bestaan. Dat is de basis, ja. En hoe heeft deze inspiratie zich vertaald naar je kleurgebruik en je materiaalgebruik? Nou, kleurgebruik lijkt me redelijk voor de hand liggend. Maar het zijn allerlei schakeringen van blauw geworden. Met kleine uitlopen naar huidstinten. Wat ik gewoon vind staan voor iets wat heel persoonlijk is. En wat gaat over de mens en emotie. De prints zijn daarop gebaseerd op die watercellen. Microscopisch onderzochte watercellen. De weerspiegeling zit er heel erg in. Dus allerlei referenties van water in al zijn vormen. Zowel het geometrische, het harde en het vloeibare allemaal naast elkaar. Die vormen die zie je duidelijk terugkomen. En wat vond je zelf het meest geslaagde stuk geworden? Oh, dat vraag je me te vroeg. Ik denk dat ik dat... Het moet even bezinken en dan... Over een maand heb ik daar een idee over. En nu is het nog... Het is één verhaal, één familie, één geheel. Dat kan ik nu nog niet zien.